helemaal zweven ook. Echt helemaal zweethandjes van zo intens was het. Dus ja, dat was echt geweldig. Ik wist eigenlijk helemaal niet waar ik naartoe ging vanavond, maar ik vond het heel leuk. Ik heb gewoon ecstasy gevoel de hele tijd erbij, hè? Ja, heel euforisch. Jonge mensen, ik denk dat dat ook in de muziek heel hard nodig is. Dus ik hoop ook echt dat er veel jonge mensen komen kijken en luisteren. It was so lovely. And to think they all and you did it without any music in front of you, unbelievable. Het heeft iets luchtigs, iets heel vrijs, doordat er niet met een dirigent gespeeld wordt. Je ziet heel erg de interactie tussen de muzikanten. Dat vond ik heel mooi om te zien. Iets wat ik in ieder geval nog nooit in een concertgebouw heb meegemaakt. Je ziet mensen echt samenspelen in plaats van met z'n allen naar een dirigent kijken. You guys were alive. I found that energy so invigorating. Lovely. Yeah. We gaan ook wel eens naar concerten van die hele oude bekende mensen die er gewoon niks meer van bakken en die alleen maar op hun roem teren. Het is heel leuk en het plezier wat eraf straalt is gewoon heel fijn, heel tof. Ja, het is gewoon zo mooi hoe ze spelen, heel intens. Je wordt er heel vrolijk van en dat enthousiasme dat kunnen jullie heel goed overdragen. Waarom moeten mensen naar Pinarello komen? Omdat er ongelooflijk goed gespeeld wordt en de interpretatie van de muziek is geniaal. Omdat het iets anders is dan je eigenlijk verwacht en vaak ziet binnen de klassieke muziek. Omdat jullie fris zijn en dingen uitproberen. Ik denk dat het echt een unieke ervaring is. Ik vind het echt geweldig. Ik zou dit veel meer willen meemaken. Wij zijn fan. Ja.